Hallo met Christel, welkom op mijn kies je kaartreading. Ik hoop dat je wilt liken en abonneren op mijn kanaal. Gisteren was ik 3 uurtjes met mijn kleinkinderen. Hebben we nog even naar speeltuintjes geweest. Ja, jammer, de kleinste is nog steeds wat inkennig. Gauw op paniek. Als je kusje geeft ook, dan zie je hem helemaal terugdeinzen. Dus bij mijn man en bij mij en... Dus je kan hem niet echt lekker knuffelen. Dat is wel jammer. Want ik had weer gehoord, misschien als zij weer... het bevalt niet zo goed waar ze werkt. Achter de broodafdeling. Bij de Albert Heijn. Worden niet zo goed dingen uitgelegd. Bij vakantietijd en zo. Dus niet zo goed de tijd om ingewerkt te worden. Dus ja, misschien wil ze stoppen. Ze zit nog in de proefperiode. En dan wil ze naar de Filipijnen met de kinderen. Dus ja, dat was wel even weer schrikken voor mij. Hè? Dus ik hoop dat het toch gaat bevallen. Maar ik denk het niet leuk dat hij nou net inkennig is als hij hier is. En daar misschien als het daar over is of zo. Maar goed, we zien wel weer. Dus ik vind het in ieder geval, het is altijd heel erg onzeker. Van blijven ze niet... Dan zeggen we dat deze oktober, dan weer december, dan weer januari. En nou is het misschien al deze zomer, dus ik weet ook niet. We zullen wel zien. Mijn zoon moet dan eventjes mee om de kinderen ook weg te brengen. Geen idee of hij nog vrije dagen hebt en zo. Hij moet zelfs nog onder het mes, dus ik weet allemaal niet hoe het moet lopen. Dus ik zal ze wel heel erg missen. Ik heb net zo'n leuke band met vrouw met de oudste. Hè? Die kan je van alles mee doen. Hij begint steeds beter wat Nederlands te praten. Alleen woordjes nog, maar geen zinnen. Dus eigenlijk moet hij nog behandeld worden bij logopedie en zo. En dat wordt waarschijnlijk niet gedaan. Dat vind ik wel heel jammer. Ook voor Wesley zelf, dat hij nog niets eigenlijk kan uitdrukken. Dus ik hoop dat hij daar iets krijgt. Maar ja, dan leert hij natuurlijk Filipijns. Dus ja, een beetje een lastige situatie. Dus. Maar goed, ik denk toch dat de rapture komt. En ik zie hem ook bij me bij de rapture. Dus ik wacht me af wat er allemaal gaat gebeuren. Het is toch onzeker in deze wereld allemaal. Hè? Maar goed, het was wel even weer dingen even slikken. Denk ik, verdorie. Ze zal het niet gebeuren, dat is nu alweer weggaan daar naartoe. Maar ja, misschien is het daar veiliger, ik weet het niet. Maar goed, dat is het leven. Hè? Gebeurt alles in het leven. Dus gewoon doorgaan zou ik zeggen, voor jullie ook. Goed, ik heb hier 2 kaarten groepen. Eerste is deze liggende giraf. Kan je kiezen? Het is voor jezelf, hè? En de tweede is dit muisje op dat mandje met bloemen. Die zit hier te hangen. Totaal verschillende dingetjes. Ik hoop dat je eruit bent. Dan ga ik zo meteen beginnen bij de eerste groep. Tot zo meteen. Hallo, eerste groep. Jullie hadden de giraf gekozen. Welkom. Aartsengel Haniel hebben we hier, Joy, Blessing, Intuïtie. Ja, luister naar je intuïtie. Er komt geluk en er komen zegeningen en een nieuw begin. Dat zie ik hier met het kuikentje. En ook allemaal sterren, zie je. Er komt echt heel veel zegeningen en geluk. Vertrouw erop, hè, dat je weer kan lachen, blij kan zijn. Heel veel sparkles. Hele zonnige kaart ook, hè. Dan hebben we overvloed. Overvloed. Ik zie echt de straten van goud. Dat doet me aan de hemel denken. De straten van goud. Die zijn er ook. Mooi kasteel hier op de achtergrond. Dan zie ik nog meer vlinders. Ja, je krijgt in ieder geval succes. Er komt overvloed. In welke vorm dan ook, hè. Je leidt naar het mooie kasteel. In ieder geval dat gouden pad leidt naar het mooie kasteel. Heel mooi plaatje, vind ik. Ja, de elementen. Natuurspirits. De 4 elementen.
Ja, verbind je met de natuur, hè? Ja, de elementen zijn aarde, vuur, lucht en wat was er nog meer? En nog eentje. Je hebt alles in je. En water, ja. Je hebt alles in je. Verbind je met de alle vier de elementen. De natuur geeft je rust, dus ga de natuur in. Zoveel mogelijk om rustig te worden, hè, en te blijven. Er komt overvloed, blijf erin geloven, hè, dat er overvloed komt. Vernieuwing, dit is het oordeel. Kijk goed naar het verleden en heden om een prachtige nieuwe toekomst te creëren. Je levensdoel inzien, oordelen over jezelf en anderen loslaten. Ja, misschien ben je zelf wel de grootste veroordeler van jezelf, hè? Van dit heb ik verkeerd gedaan, dat heb ik verkeerd gedaan. Oordeel ook niet over anderen. Ieder heeft zijn eigen weg, hè? Je weet nooit wat er allemaal achter iemands voordeur afspeelt, hè? Ja, misschien dat iemand wel, ja, kan ook wel geestelijk een beetje ziek zijn natuurlijk, hè? Maar dat zie je soms niet aan de buitenkant, hè? Dus ja, dan lijkt die persoon normaal, maar echt, dan zit hij ergens geestelijk mee of zo, hè? Dus oordeel ook niet over anderen. Ieder heeft zijn eigen weg. Je hebt de wijsheid, hè? Hier zo met die boekrol. Dus je kan zelf een hele mooie toekomst creëren, dus, hè? Prins van de Winter, dat is van zwaarden. Rationeel, vastberaden, gefocust en impulsief. Ja, misschien wil je wel echt focussen op iets. Zoek een rationele oplossing voor je probleem. De noodzaak snel en kordaat te handelen. Plotseling en onverwachte veranderingen. Die kunnen dus gebeuren, waardoor jij misschien makkelijker en snel kan handelen. Dus wees vastberaden en gefocust op je doel. Dat is natuurlijk de koning of de ridder van zwaarden op het paard. Hier zit hij dus op zo'n soort ja, wezel, hè? Zo'n witte. Ik weet niet precies hoe dat heet, deze wezel. Maar ja, hij past zich aan de natuur, hè? Aan de sneeuw. De maan. Krachtige intuïtieve openbaringen, zorg en angst loslaten, de waarheid van de situatie inzien. Ja, misschien heb je steeds meer, omdat je veel meer intuïtie hebt, ga je steeds meer zien van in welke situatie zit ik nu, hè? Je bent misschien wakker geworden in de situatie waar je in zit. Je hebt nog wel zorg en angst, dat mag je loslaten. Kan je vragen aan de engelen of ze willen helpen? Om je zorgen en angsten los te laten. Dat werkt goed. Tenminste, bij mij wel. Dus ja, zie de waarheid. Hè. Je ziet wat er om je heen gebeurt. Luister altijd naar je intuïtie. Dan hebben we hier spirit. Ja, het universum wil jou volledig in het licht zetten. Je bent veranderd. Of je gaat snel veranderen. Want jouw ziel kan nooit verloren gaan, hè? Als je uit je lichaam bent, dan ben je gewoon weer een jonge geest eigenlijk, hè? Dan is die zwaarte van je lichaam is dan weg, hè? Als je eenmaal gestorven bent, hè? Laat mijn oude ideeën los, die mij beperken. En laat ik vervuld zijn met vreugde en energie en schoonheid. Ja, in ieder geval zoek ook hulp bij het universum, hè? Dat hij jou met licht vult, dat je uit het donker komt als je daar nog in zit, hè? Kracht. I lean on you. Ja, leun op Jezus, leun op het universum, leun op je beschermengelen. Ja, in ieder geval luister naar het universum. En ook al als je zo verward bent, hè, in een situatie omdat het zo verschrikkelijk moeilijk is. Het kan een moeilijke situatie. Ik heb net ook mijn eigen situatie weer uitgelegd. Ja, dingen kunnen zo plots weer veranderen. Dus
Dus ja, dat maak je me natuurlijk ook wel eens af en toe van slag. Hè. Als er weer bepaalde dingen voordoen, denk je, wat gaat er nu weer gebeuren? Die onzekerheid, blijven de kleinkinderen in Nederland, blijven ze niet in Nederland? Ja, dat soort dingen. Hè. En er zijn natuurlijk meerdere dingen in mijn leven, maar goed, dat is privé. Maar ja, leun op je kracht, haal al je krachten naar boven. Je kan deze dilemma ontrafelen, hè, met grote gratie. Dus je hebt alle kracht nodig. En ja, en helemaal in het licht staan, hè. Ja, jouw innerlijke kracht kan bergen verplaatsen. En zo krachtig kan jij zijn. Je bent niet alleen, geloof dat maar. Nee, er zijn heel veel engelen om je heen. Je hebt sowieso altijd je bescherming. Die is van geboorte tot aan het dood bij je. Dat is altijd dezelfde. De signalen die je krijgt, zijn boodschappen van jouw engelen. Dus waarschijnlijk krijg je liedjes, andere dingetjes van het universum. Getallen, veertjes. Ja, als je een pols hebt, dan telt het voor al je hart, ja, de hartslag, zeg maar. Ja, dan leef je nog, hè? Dan, zolang je een pols hebt, kan je nog allemaal beslissingen nemen. Ja, je mag dingen van je afschudden. Dingen. Ja, als anderen jou bijvoorbeeld aanvallen, hè? Je uitlachen, bespotten. Dan mag je dat gewoon van je afschudden en doorlopen. Van. Moet je gewoon denken van, ze zijn niet wijzer, hè? In alle vriendelijkheid. Denk van, ja, dat zijn, ik heb mijn lessen geleerd en ik ga gewoon door. En ik weet, ik luister naar mijn eigen intuïtie en niet wat anderen zeggen over mij. Ja, je aura die mag gereinigd worden. Dus ga lekker zwemmen. Dat helpt heel goed voor het reinigen. Nou, ga naar het strand, hè. Ik vind het onderwaterwereld. Ik heb wel een duikbril dan. En dan zwemmen. Op sterkte. AliExpress. Maak reclame. Maar goed. Die kan die op sterkte krijgen. En dan, ja. Dat is heel rustig. Ik kon heel ver kijken in dat meer. Was alleen niet zoveel te zien, wat schelpjes en zand en dat soort dingen. Maar ik kon echt heel ver kijken en met mijn 8+ duikbril. Terwijl ik 9, 10+ heb ongeveer. Maar dat is al, was al heel mooi dat ik dat kon zien, hè. Rozenkwarts. Ja, rozenkwarts is een hele zachte steen. Ik heb hem ook. Beetje roze steen, staat voor vriendschap ook. En die heb ik even vertaald, want ik vond het een beetje lastig. Rustgevend en warm als liefde eenmaal onder je kussen stroomt. Ja, je magie gaat groeien. Goed, dit waren de boodschappen van de eerste groep. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Laat het me weten dat je er iets aan hebt. En vergeet niet te liken, hè? En abonneren. Tot de volgende keer. Doei! Oké, tweede groep. Het muisje met het mandje. Ja, releasing difficulties. Je mag de moeilijkheden achter je laten. Je mag de trap omhoog. Je bent waarschijnlijk afgedaald in grote dieptes. Dus dan mag je weer omhoog klimmen nou. Up to from depths. Dus je bent misschien heel diep gegaan. Nou, gelukkig mag je daarna altijd omhoog, hè. Ik heb ook zulke momenten natuurlijk, iedereen, dat je af en toe wel een beetje laag zakt. Maar het is de bedoeling dat je weer snel omhoog komt. En dat ga je ook doen. Je mag die moeilijkheden achter je laten. Hier naar de zon lopen. Hier zie ik ook dus allemaal water, hè. Ik hoop dat je het ook ziet.
Ja, misschien heb je een soort reiniging gehad. Kan ook, hè. Maar nou mag je richting de zon. Ja, je bent emotioneel beïnvloed. En dat was een fase van dat je vast zat. En daar mag je uitkomen. Jij moet daarvan weglopen. Jij moet daarvan weglopen. En mensen roddelen misschien over je. Misschien zitten van alles in je oor te fluisteren. Misschien zijn andere mensen het niet mee eens, hè? Maar misschien ben jij dit, hè? Dat je merkt dat anderen over je zitten te kletsen. Of ze beïnvloeden jou emotioneel. Daar gaat deze kaart over. Maar ja, jij moet sterk zijn. Jij moet denken van, laat ze me lullen. Ik wil dat allemaal niet horen van jullie. Ik ga me bevrijden. Ik ga dit loslaten. Ik wil niet in dat water zakken hier. Deze kijk wordt boos. Dat kan jij dus zijn. Of je wordt beïnvloed door deze. Of je merkt van, ze zitten achter mijn rug te kletsen. Meestal doen ze achter je rug, maar jij voelt het misschien nou, hè? Want jij bent spiritueel gegroeid. Jij voelt, er klopt iets niet. Mensen doen leuk in mijn gezicht. En als ik stiekem, misschien zie je stiekem te luisteren. En dan doen ze opeens, zijn ze niet zo leuk meer. Ja, dus je mag bewuste stappen zetten. Ze lopen hier over keien heen, hè? Dus bewuste keuzes maken en alleen maar vooruit kijken. Kijk niet meer achterom. Wat geweest is geweest. Zij is vol vertrouwen. Ze is niet bang dat ze valt, zie? Vol vertrouwen neemt ze stappen over die keien. Deze gaat ook vol vertrouwen hier uitkomen van de diepte. Waar in geweest is, waar je bent in geweest, hè? Waar je in gevangen zat, waar je niet meer los kon komen. Dus kijk vooruit, er wacht iets moois. De zon wacht. Kijk, dit is ook een hele zonnige kaart. Twee van zomer, kijk eens. Verliefd worden. Twee van bekers is dit. Verliefd worden of een serieuze verbintenis met iemand aangaan. Vergeving en de oplossen van een probleem. Geef niet op. Je relatie kan worden geheeld. Ja, geef niet op in ieder geval. Er komt iemand in je leven. Iemand die jou ja, gelijke is. Hè? Dat is ook een elfje. Alle twee zijn het elfjes. Iemand die een serieuze verbintenis met je wil. En waar je heel verliefd op misschien al bent, hè, en nog meer gaat worden, hij ook op jou. Je moet hem misschien wel vergeven, maar jullie moeten samen de problemen oplossen. Hè. Geef in ieder geval deze relatie niet op. Hij kan gewoon geheeld worden, jullie kunnen gewoon een nieuwe start maken. Koning van Lente. Koning van. Staaf is dit, briljant, loyaal, getalenteerd, vriendelijk. Ja, in ieder geval geloof in jezelf. Geweldige mensen wil je helpen. Misschien ook wel deze persoon die hier zit, hè? Zorg voor een goede balans tussen werk en privéleven. Ja, misschien heb je helemaal op het werk gestort, hè? En dat is niet goed. Je moet wel de balans vinden. Misschien was dat al een valkuil, dat je heel erg graag te veel wou werken. Dat misschien een relatie gekost hebt. Dat kan hebben sommigen, niet allemaal natuurlijk. Je moet dus goed die balans vinden in werk en privéleven. Om deze relatie natuurlijk ook ja, goed te laten gaan, hè? Je moet elkaar natuurlijk heel veel aandacht geven en liefde geven naast het werk, hè. Koning van Herfst, dat is de koning van munten, meelevend, vakkundig.
charismatisch, begaafd, dat kan jij zijn of jouw geliefde. Wees assertief wanneer je weet dat iets juist is. Alles gaat zoals jij het wil. Een goed mens of bedrijf om voor te werken. Dus misschien moet je een baan opzeggen dat je denkt, ik moet ergens anders gaan beginnen. Ja, er komt er vast iets anders, hè? Iemand, en waarschijnlijk een goed mens kan ook die van die relatie zijn, hè? Misschien heeft hij ook tips nog voor jou. Kan je jou misschien ook wel ergens mee helpen? Misschien is er wel een goed bedrijf daar wat jij, omdat je er best nog misschien heel veel talenten hebt en heel veel liefde in je hebt, waar je voor kan werken. Het kan ook de zorg zijn voor sommigen. Die mensen hebben ook heel veel liefde nodig, hè. En ook al is het zwaar, hè, maar ja, het is natuurlijk wel, als je het lichamelijk aan kan, is het wel een heel mooi beroep om ja, meer voldoening in de zorg voor de mensen te hebben. Ja, want je merkt ook in de zorg hè, dat de beste eigenlijk afhaken, hè? Omdat, ja, omdat het, ja, dat is ontzettend ongunstig voor de mensen die dan daar zitten. Mijn moeder heeft ook via in een, ja, met Alzheimer in een verpleeghuis gezeten. En je merkt dat de liefste mensen vertrekken omdat ze het niet kunnen, aankunnen, hè? Maar dat vind ik geen goede ontwikkeling, want dan blijven ze, die keno's blijven dan over. En dat is, die zijn niet altijd liefdevol, moet ik zeggen. Wat ik meegemaakt heb, dat een van de verpleegsters, eigenlijk had ik haar moeten aanspreken. Je had een vrouw in een rolstoel en die had haar eigen helemaal ondergepoept. En toen zei ze, heb je eigen weer ondergescheten? En je stinkt en dit en dat. En mijn moeder zei ook wel eens, dat is een rotwijf en dat is een rotwijf. Je had er geen hekel aan sommige mensen. Maar ja, ik denk, ja, Alzheimer, je weet niet of ze het verzinnen of zo, hè. Maar toen ik dat zag, was ik echt, van binnen kookte ik, hè. Ik denk, en had allemaal mensen in de rolstoel, denk ik, oh mijn god, de liefste mensen gaan weg. En die keno's, die blijven over, hè. Ik denk, dat vind ik echt niet kunnen, hè. Dus ik dorst het toen niet aan te spreken, maar ik denk dat ik het nu, als ik het nu zag, dat ik het wel durfde. Maar goed, ik vond het in ieder geval hartstikke zielig voor die vrouw. Ja, in ieder geval, je moet waarschijnlijk keuzes maken. Ja, misschien dat het universum laat zien welke kansen jij kan benutten. Verander mij, zegt deze kaart. God, hè. Mijn geliefde. Ja, en God geeft ook soms ook die oplossing, hè. Maar alleen, je moet ze grijpen. Je zit in een soort transitie, dus naar een overgangsperiode. Ja, ze laten je misschien zien en je engelen helpen natuurlijk jou mee. Je vraagt ook om hulp, van help me met deze moeilijke beslissing te maken. Dat ik niet te angstig ben, dat ik de kracht heb, dat ik ervoor kan gaan. En laat me geduld hebben bij de aankomende gebeurtenissen. En maak mij in lijn, zodat ik, ja, zodat het allemaal goed functioneert. Zodat je die beslissing kan nemen, hè. Zodat je denkt, nou ben ik dapper genoeg, ik kan nu de stap maken. Dingen gaan zich echt ontvouwen. En dat is ook de wil van het universum waarschijnlijk. Verander mij, divine beloved. Het universum wil jou begeleiden. Jij wil misschien ook wel luisteren nu naar het universum. Mag het hoogste mij ontvouwen op alle manieren. Dus misschien dat je denkt van ja, ik laat het nu rusten. Ik ga er niet meer tegenin. Ik laat nu zeker alles ontvouwen. Ik verzet me niet meer. Ik luister niet meer naar die mensen die misschien in de weg staan. Hè? Die over me kletsen. Kan mij niet schelen. Ik blijf sterk.
Ja, leven is wat je ervan maakt. Wees dapper en rijk uit voor de sterren. Wat je denkt, dat kan je ook creëren. Dus waar denk je aan? Wat wil je bereiken in je leven? Is het geld of is het liefde? Of is het wat anders? Dus probeer ook positief te denken van ik kom daar, ik ga mijn liefde binnenhalen, dat soort dingen. Want die liefde, nog twee van bekers, die komt. Maar je moet er wel in blijven geloven, hè? En ook erom vragen, misschien het universum, dat jullie samen mogen komen. Dat hij je wil helpen om je te bevrijden uit een situatie. Ja, als je twijfelt, vraag inspiratie van boven, hè, van het universum, aan God. Ga de natuur in om ja, dat je rustig na kan denken, je negatieve gedachten weg kunnen gaan. Of die energie die je bij je hebt, die niet zo positief zijn. Misschien wel. Ja, gooi eens een paar munten in een bron, hè, als je desnoods in een ander water of je rug zo. En doe een wens, paardenbloem, zag ik ook al nog eentje staan, die uit kan blazen. In ieder geval, maak een wens, zodat het magie uit kan komen. Ik kan nog een kikker kussen, die zijn er misschien ook al. Ja, dat had ik gedaan met mijn man. Een kikker gekust. Binnen een week was hij er. Mijn kikkerprins. Dus ja. In ieder geval, ja, je bent op het juiste pad. Het is duidelijk, het pad is duidelijk en dat is de waarheid. Ja, je hebt het goede pad gekozen. Dat is wel heel goed van je. Ja, Reen. Rain comes today, let all the troubles wash away. Dus laat regen jou alle zorgen wegwassen die je hebt. Ja, misschien komt er wel regen vandaag. Is wel voorspeld, dacht ik. Maar goed, het is nog vroeg, het is pas 7 voor 8. Goed, mensen, in ieder geval dankjewel voor het kijken. Liken, abonneren, delen misschien met mensen. En tot de volgende keer. Doei!